high bent. Ik ga niet in de fucking body paint. Ja, zeker wel. Nee, dom erop. Nee, ga ik niet doen. Dit is helemaal niks van mij. Welkom bij een nieuwe aflevering van Niks van Niels. Het programma waar ik Niels elke week weer voor het blok mag gaan zetten. Deze week heb ik weer het leukste voor hem bedacht. Namelijk, Niels is echt alles behalve lenig. Dus ik dacht, hoe leuk is het om hem vandaag als acrobaat te gaan laten werken. Niels weet nog van niks. Ik zit hier om de hoek. Dus laten we gelijk gaan verrassen. Hey Niels. Weet je dat ik het wel al een soort van vermoedde? Nee, je zag hem al aankomen. Dus heb je ook een beetje gerekt vanochtend? Een beetje, zit je een beetje lekker in je lijf? Nee, we gaan balletten. Nee, we gaan de acrobatiek in. Nee. Ja, dat dans wij, jij. Ja. Zie je die man daar, helemaal in de bodypaint en een beetje kaal en een beetje ziet eruit alsof hij dood is? Het is namelijk een promotiestunt van Westworld, het is namelijk een DVD-release. En ik heb die man weten strikken om hierna jouw les te geven. En de grap is dat jij vandaag precies gaat doen wat hij nu aan het doen is. Nee joh. Die gaan maar nooit lukken, pik. Hey, maar Niels, wat vind je van zijn bodypaint? Ja, de kerel zal het wel koud hebben. Ja. Dit is echt, het is min 3 vandaag of zo. Ja. I bet. Ik ga niet in de fucking bodypaint. Ja, sowieso niet. Nee. Ik ga... Trouwens, het hoort bij de act. Nee, ga ik niet doen. Ga ik echt niet doen. Weet ik het goed gemaakt? Als jij dit doet, gaat deze meneer gaan beoordelen of jij het goed gedaan hebt. Als jij een voldoende van die man krijgt, dan presenteer ik de eindpresentatie in dezelfde balknijper waar jij zo meteen in gaat oefenen. Wow, is a very nice. Ja, zonder kruis. Ja, oké. Okay. Dit wordt jouw pupil voor vandaag. Jij gaat hem alle kneepjes van het vak leren. Oké, kijk eens aan. Nou, ik ben benieuwd. Heeft er heel veel zin in? Nee. Laten we gelijk beginnen met yes. Oefenen. Hey, jij bent inmiddels lekker opgewarmd, zie ik. Yes, klopt ja. Ja? Jasje aan. Jasje aan. Ik zou zeggen, ik laat jullie met z'n tweeën lekker klooien. Okay. Ik ga van afstandje toekijken hoe leuk het gaat worden. Laten we even beginnen met het volgende. Hoeveel jaren training heb jij hierin staan eigenlijk? In dit rad doe ik nu 8 jaar. Oké. En ik ga dit in 18 minuten leren. Precies. Je laat het rad zo ronddraaien op je hand. Wacht. Wat? Dit kan niet gewoon. Hoe dan? Ga je hem zo om je heen en dan ga je erin en weer eruit. Niet je handen pakken. Oh. Komt-ie. Beeld nu al gewoon in hoe Niels zo meteen daar ook smink naast staat. In zijn balklijmen. Oké, ik word nu stoppen. Holy shit. Nou, ik zou zeggen op naar het Leidseplein. Vind ik ook. Gaan we doen. Hey, ik hoor iets over het Leidseplein. Ja? Jij gaat natuurlijk eerst even in de smink, hè? Dat snap je zelf ook wel. Nou, laat een klote smink in. Hop. Yo, waar is Martijn? Holy shit, ja, heb je wel gespierd? Ja, ik heb flink getraind de laatste tijd, jongen. Ik wist dat we dit gingen doen. Ik heb heel erg door dat over enkele minuten dit hele plein vol staat. Het is heel belangrijk dat ik er voldoende ga halen. Want anders gaat Martijn niet in zijn synthetische ballenknijper de afsluiting doen. Dus ik moet iets bij gaan verzinnen. Ik moet een beetje gaan improviseren. Het moet een showtje worden, want van die hoepelskills moet ik het absoluut niet hebben. Het was heel slecht dit, hè? Dit was echt heel slecht, hè? Sorry, man. Het eindoordeel, dat is nu de grote vraag. Wordt het een voldoende of een onvoldoende? Nou, we hebben er lang over nagedacht.
Maar ik ben er unaniem over eens. In mijn eentje. Dat het net iets boven het gemiddelde. Ja! Yeah! Er waren meer dan 10 mensen die hadden geklapt, ja, dus daarom. Okay, nou, yes! Ver, dan zal ik in mijn balknijper eind 2000. Oké, hey, bedankt vriend, bedankt boy, echt top. Dus, ik ben heel erg blij. Nou, dan gaan we nu even kijken naar de eindpresentatie van Martijn. Nou, vond je deze aflevering ook net zo kut als ik? Doe hem ook even je duimpje omhoog. Volgende week zijn we natuurlijk gaan weer met een nieuwe aflevering. Dan staat Niels weer keihard voor het blok. En zie je mij waarschijnlijk weer zo'n belachelijke eindstunt doen. Dus volgende week zijn we gaan weer terug. Tot dan! Ha 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 ha.